Bij uitgeverij De Nieuwe Haagse verschenen in de serie Kort Haags 4 nieuwe boeken tegelijk. En ik stel de schrijvers en hun boeken aan u voor. Dat is Adriaan Bontebal met het boek Kattenvlooien. Niek het Hart met Echt niet te filmen. Boezie met Oudseer roest nooit. En Karel Kanitz in de schaduw van het IJspaleis. Heren, 4 boeken tegelijk in het Haags en ook uitgegeven, tenminste zo treden jullie op, als collectief. De 4 van Den Haag. Waarom? Ik had ooit contact met de Nieuwe Haagse in verband met verhalen die ik aan het voorlezen was. En omdat mijn naam niet zo bekend is, werd de suggestie geopperd of ik niet nog meer mensen wist die materiaal er liggen. En toen wist ik wel wat bekende Hagenezen, zoals Boezie en Bontebal. En zo is het gaan rollen. Ja. Jullie hebben je gepresenteerd als de 4 van Den Haag. Ja, en dat is een collectief geworden, zeg maar. We voelen elkaar wel goed aan. Hartzacht. En we proberen daar een hele mooie campagne omheen te maken. Ik bedoel, hoe ziet die campagne eruit? Nou, veel posters dat. Opsporenverzocht posters. En dan die hangen door heel Den Haag. Glasbakken, de hele shit. Alles hangt vol. En dan binnenkort dan hangen er ook nieuwe posters dat we gepakt zijn dan. En dan staan we dan een beetje uitgestreken bekje erbij. Met een boevenbordje. Alleen het boevennummer is dan het ISBN-nummer van het boek. Dus, en een kikke actieve website dankzij de heer Interniek. Dus, Zijn er plannen om vaker als collectief op te treden? Als het dan ons ligt wel, ja. Wij vinden het hartstikke leuk om zeg maar met z'n vier op te treden. Al het verschil van lezers, van schrijvers. En ook de manier van presenteren is natuurlijk wel aardig om te zien. Jij, Adriaan? Ja, nee, er is dat vergeet niet te zeggen. Er is een website, De 4 van Haag, met 4 dan als cijfer 4. En daar kan je klikken en dan zie je waar we de komende tijd gaan voordragen. Maar, ik vind het heel geinig met die gasten. In hoeverre zijn deze boeken nou typisch Haags? En wat is het Haags in geschreven taal? Boezie. Karel. Als het om mijn verhalen gaat, maar ik kan ook namens de rest spreken, denk ik. Het speelt zich voornamelijk af in Den Haag. Het heeft een Haagse ondertoon. Daar bedoel ik mee dat het een onderkoelde, terloopse vorm van humor heeft. En dat is iets waar ik heel erg gek op ben. Ik probeer het zelf ook in die zin te schrijven. Dus dat is wat ons bindt, denk ik ook. Ja, ja, het is raar, is het. Een beetje raar onbestaan, zeg ik altijd maar. Maar ik vind dat de Haagse taalvondsten vind ik echt briljant. Ik bedoel, er zijn sommige windstreken proberen het ook te hebben, maar wij zijn zo breed. Dat we zijn daar gewoon heer en meester in en dat dragen we ook uit in onze boekjes. Ja. Maar niet alleen is het van plaatselijk belang, het Haags. Nou, ik probeer dat wel te doen als zeg maar op mijn eigen website, hagazine.nl. Ja, daar ben ik eigenlijk constant bezig om te schoppen tegen dingen die niet goed gaan volgens mij in Den Haag. Dus ik vind het erg belangrijk dat bijvoorbeeld het gemeentebestuur een beetje luistert naar Interniek. Want ik vertolk toch een beetje de stem van het volk, zou ik willen zeggen. Ja, en daar kan je dan af en toe kan je daar een beetje een leuke column over schrijven. En ik vind het dus echt niet te filmen eigenlijk wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Adriaan, wat is jouw mening over het gebruik van het Haags? Waar ik heel moe van werd, was het Amsterdams in de media. En ik vind het een slijmerig taaltje ook. En het Haags is kort, krachtig. En ik vind het een mooie taal. En bovendien, Den Haag is de mooiste stad van Nederland. Zo is dat. Zo is dat, wordt beaamd, Boezie. De stad der steden. Ja, ja. En wat vind jij van het Haags op nationaal niveau? Nou, het gaat steeds beter. Ik bedoel, dan heb ik niet alleen over Anouk en zo, maar sowieso Haagse humor. Ik ken in het verleden ook een berucht duo, ik weet de naam niet meer, maar KB. Maar ik merk dat de Haagse heel erg populair is. Juist denk ik omdat we gewoon de dingen zeggen echt op andere manieren, maar wel recht uit het hart. En zeg gewoon waar het op staat, geen gehouden. En je kan ook gewoon kritiek op ons hebben, dat replieken we gelijk uiteraard. Dus, maar ik vind dat mensen ook gewoon, ik merk ook vooral, een hele hoop Hagenezen uitgewapperd over het land. Dus ook in Roermond,
dan merk je ineens dat ook daar het Haagse populair is. Want ten eerste hebben die mensen, ah, kikken, dat is mijn oude taaltje. En plus dat mensen uit Roermond, die weten helemaal niet wat er gebeurt. Van wow, die termen en zo. Dan moet je ook echt langzaam lullen, hè, bij die gasten. Want dus een voordracht doet daar altijd 2 kwartier 20 minuten, zeg maar. Dus, maar ik merk gewoon dat Haagse is gewoon super populair. Maar dat komt gewoon heel leuk is. We hebben wat te vertellen. Ik wil graag laten horen hoe het klinkt. Uitgesproken, voorgelezen door 4 echte Haagse schrijvers. Adriaan, bij jou te beginnen, zou je een stukje willen voorlezen? Ik heb een handicap, ik kan niet lezen met bril. Het gaat over een jongen uit West-Friesland. Die hoorde dat ik uit Den Haag kwam. Een blozende polderjongen pochte, ik ken ook Haags. Dat leek me nogal stug. Dus ik vroeg, laat ze horen dan. Hij schraapte even de keel en zei toen, 555.555 kietijzeren skeithuisbeuzen voor weinig. Niek, alsjeblieft. Ja, ik heb een stukje uitgekozen voor oudjaar. Dat is ook misschien wel erg Haags zelfs. Wat je dus zeg maar in familieverband meemaakt. En dat was dus in de aanwezigheid van opa, oma, tante, schoonmoeder enzovoorts. Lida, heb jij al een oliebol? Ja, oma, antwoordt Lida. Oma gelooft Lida niet en vraagt, waar staat hij dan? Achter opa. Opa's rug is niet meer wat het geweest is, maar een flinke oliebol gevuld met slagroom kan er nog wel achter. Oh, en Niek, heb jij al gehad? Ja, oma. Om de procedure te versnellen, wijs ik hem maar voor de zekerheid aan. Hij staat daar. Oh, ik dacht dat die van Rijn was. En Rijn, waar staat de jouwe dan? Rijn laat hem op het bordje zien waaruit blijkt dat hij er al van gegeten heeft. Dat zal hij weten ook. We hebben nog geen glaasje gehad en je hebt er al van gegeten. Even wachten hoor. Ja, oma, zegt Rijn schuldig. Dankjewel. Boezie, een fragment voorlezen, voordragen. Nou, ja, even een Haags romantisch gedichtje, de helft dan. De eerste helft ervan. Je luiken zo bla, gelijk de Haagse ochtenddag. Ik raak helemaal de weg kwijt in die hondstrouwe kijkers van jou. Je haren deinend van hier tot aan het spui. Je kluif je ziltige lippen tussen een oerwoud van kruisrui. Je parelgele tanden, subtiel gecamoufleerd door een hoornbrug, hebben net zo'n ranzige verbouwing als de grote Marktstraat achter de rug. Je wulpse lijf maakt al mijn spieren stijf. Wel, Karel. Scheid aan het strand. De Duitse abortuswetgeving is streng, maar staat acute afdrijving toe als de ongeboren vrucht over gevoel voor humor blijkt te beschikken. Maar je moet toch over een behoorlijke dosis humor beschikken als je als Duitser jezelf veroordeelt tot een vakantie in Nederland. Dat parkeerterrein aan de Noordzee waar je met de nek wordt aangekeken als je je uitdrukt in umlauten en derde naam vallen. En waar het woord mof zowel staat voor Duitser als voor een verloopstuk in een scheidpijpleiding. Heren, hartelijk bedankt. Veel succes. Kort Haags. Ja.